Een hele goede morgen. Het is vandaag 31 juni. Nee, het is 1 juni. Gisteren was het 31 mei. En vandaag ga ik weer laten zien wat ik vandaag allemaal eet als vegan voor een summer body. Aangezien de zomer bijna begonnen is en ik ben nog steeds langzaam aan het afvallen met 2600 calorieën per dag. Alles wat niet vegan is, is immoreel aangezien wij geen dierlijke producten nodig hebben voor onze gezondheid of om goed te presteren. Ook ga ik vandaag wat nieuwe dingen proberen. Natuurlijk mijn gewoontes aanhouden. Mijn ontbijt, zal je straks zien, is vaak hetzelfde. Maar ook gaan we nieuwe dingen proberen. Namelijk, ik zag bij de Albert Heijn de ertenmelk staan. En ik was heel erg benieuwd of die lekker is. Dus die gaan we straks proberen. Straks komt Narimane ook nog naar mij. En dan gaan we die samen proberen. Of in ieder geval als ze dat wil. Als ze dat niet wil, dan zie je er helemaal niet. Ook heb ik vandaag een lekkere benentraining op de planning. En heel veel lekkere maaltijden. Dus ik zou zeggen, druk er vast op de like. En dan gaan we beginnen met deze heerlijke dag. 1 juni, niet 31 juni. Gisteren was 31 mei. Maar ergens boeit dat ook weer niet. Want het is maar een datum. En je moet iedere dag zo goed mogelijk je best doen. Dus op naar het ontbijt. Iedere dag hetzelfde. Nou, smakelijk eten, Timo. En dankjewel. En als je al langer mijn video's kijkt, waarvan de boodschap natuurlijk is dat je als vegan een gezond en goed uitziend lichaam met veel spiermassa, een gezond vetpercentage. En dat ik jou heel graag wil helpen om dat te bereiken. Meer spiermassa, een gezonde vetpercentage. Om zo veganisme beter op de kaart te zetten. Maar als je dus al langer mijn video's kijkt, je hebt al eerder een wat ik eet op een dag gezien van mij. Dan zie je dat de sojajoghurt met een banaantje en een appeltje en eiwitpoeder, dat haast iedere ochtend een standaard maaltijd is. Misschien vraag je af van, hey Timo, waarom is dat nou eigenlijk? Nou, het is onwijs belangrijk dat je eet wat je lekker vindt. Als jij een dieet wil volgen of een voedingspatroon wil volgen waar je niet te veel eet. In ieder geval iets wat je lang vol kan houden. Dan is het ongelooflijk belangrijk dat je eet wat je heel erg lekker vindt. Ik ben dol op deze sojajoghurt met een lekker smaakje eiwitpoeder. Appel, banaan. Nou, dan geniet ik iedere ochtend weer. En daar kan ik ook echt naar uitkijken. En dat is belangrijk met je eten. Want als je tegen je zin in eet en je hebt een doel om bijvoorbeeld af te vallen, dan kun je het misschien voor die 8 of 12 weken volhouden. Maar daarna ga je het nooit meer volhouden en kom je terug in je oude gewoontes. En dan ben je weer diezelfde dikzak als van tevoren. En dat wil je natuurlijk niet. Je succes wil je op de lange termijn en niet heel even voor die 8 tot 12 weken. Dus daarom eet wat je lekker vindt, maar zorg er wel voor dat deze laag in caloriedichtheid zit. Dus eet veel groenten, eet veel fruit, eet veel peulvruchten, eet veel graanproducten. Of niet per se veel graanproducten, maar eet wel graanproducten. Kies het meeste onbewerkte eten, want bewerkt eten zit vaker hoger in caloriedichtheid. En trouwens ook wel leuk om te weten, ik eet dit altijd met een klein lepeltje. Normaal gesproken heb ik een lepel die dan ook nog eens langer is. Niet zo lang, maar in ieder geval wel lang. Altijd heb ik het gevoel dat ik dan langer aan het eten ben. En dan daardoor gevulder zit. Er zijn wel onderzoeken naar, maar ja, je weet natuurlijk niet of dat echt zo is. Maar ja, ik dus zit een beetje in mijn gewoonte om een klein lepeltje te eten. Of niet een klein lepeltje te eten, want dat zou pijn doen hoor. Ja, dus dat is het even voor nu. Nu gaan we ik ga dit even eten en dan gaan we zo de benentraining doen. Samen met Shaki, benen en biceps. Dus dan zien jullie me zo, of dan zien jullie ons zo. Dus tot zo. I got no drip in my pocket. Must have forgotten it, maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it, I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean money will solve them. Woke up dreaming other commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the faking, never with the drama. She said that I'd make it, now I gotta honor that. Replace a Honda with a fucking Model X. Replace my exes with a couple models. She act out of pocket, now it's just a problem. I got it. No, really, don't worry. I don't want no Burberry glowing like the sun, or maybe a little Mercury. Shooting like I'm Booker, but nobody ever heard of me. You don't got 5-0s, do not say word to me. Nah, but really, really, y'all been acting silly. I could care less if you fucking with me, cause I still got the chest coming 150. I got no drip in my pocket. Yeah, must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it, I'm about to take off like a rocket. Oh, Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. Yeah, that don't mean money will solve them. It was never about the commas, you know that these problems, they come with a lease.
Shawty keep on asking for it like I got the money, just go to the streets. This ain't your Vinci's Fifi. I get my money, then hold it back like a rich nigga with an ice pack. Under quarterback, you a halfback. Check the difference in banking amount that. Take my stocks out of bank to the flat X. And then I go right back just to spin it. Still a 07 nigga with the spinners. Paper rides out, baby. Then my business such a heartbreaker out here with the women. Yeah, they wanna touch it. I just need the space. Why you tryna rush it? Get up on my face. I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money won't solve 'em. No, that don't mean money won't solve 'em. Money can't solve, but I've been in my bag. Yeah. Dollars color like those jeans up on your back. Yeah. I get what I want and don't let no one hold me back. I got 99 more problems and ain't none of those a rag. 'Cause if I get it, I spend it. Just like my government stimulus. I got a profit and comfort and dividend. We zijn weer terug van sporten, van trainen, de benentraining, benen en bicep. Ik ben een beetje teleurgesteld, van misschien zag je het aan de squats. Maar de squats gaan niet zo lekker. Ik had heel erg last, of nee, niet van mijn knie, van mijn lies, van mijn rechter lies. En dat deed pijn als ik te diep squatte. Ook als ik wat minder diep squatte, had ik nog steeds heel erg last van mijn lies. Ik ben bang, en dat vind ik heel erg kut, maar dat ik uiteindelijk de squats er eigenlijk een beetje uit ga werken uit het programma. Want de leg press deed ik 130 kilo op het einde, 20 herhalingen. En daar voelde ik geen scheutje pijn of niks. Dus uiteindelijk moet je doen wat je kunt doen. En de leg press is dat op het moment voor mij. Dus waarschijnlijk ga ik de volgende keer squatten wel proberen. Maar waarschijnlijk wordt het hem niet. Ik heb nu ondertussen al anderhalf jaar last met squatten. Soms is het mijn lies. Een andere keer was het mijn knie. Want dat was door het hardlopen gekomen. Toen had ik mijn beide knieën kapot gelopen. Ik wil heel graag heel goed kunnen squatten. Maar het komt er maar niet van. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Als iemand een tip voor mij heeft, laat het zeker weten in de reacties. Een video waarin het beter wordt uitgelegd van hey Timo, doe dit of dit. Zou me echt heel erg helpen. Ik heb nu een uurtje om te douchen, de was te draaien. En dan begint het interview. Dus ik ga nog even niks eten. Ik wacht even tot het interview klaar is. Het is nu 10 uur, om 11 uur heb ik het interview. Voor mijn scriptie, hoe mensen van plantaardig dieet, of niet plantaardig dieet, naar een plantaardig dieet veranderen. En ik heb net trouwens een beetje boodschappen gedaan voor vandaag. Dus dat zal ik even laten zien. Dit zijn de boodschappen. Cucchettini voor vanavond. Dus lage calorie, hoog volume. Even kijken hoeveel calorieën. Dit hele pak, en daar eet ik dan de helft van. Want Narimane eet de andere helft. Dit hele pak heeft 120 calorieën. Dus 60 calorieën voor de helft van dit. Erg goed voor de vulling. Voor het vullend eten. Popcorn mais, een lekker calorie lage snack. Dan moet je het natuurlijk wel laten poppen. Blauwbessen, filet américain. De vegan variant, die is volgens mij nieuw. Of althans, ik heb hem 2 weken terug, had ik hem eerder gezien, maar ik weet niet of die echt nieuw is. Grillworst en hummus, zodat Narimane, die eet graag brood, dat zij ook iets op brood heeft. Eigenlijk eet ik zelf nooit brood, maar vooral havermout en sinds kort dan de apple goop van Greg Doucet. Maar met Narimane eet ik soms wel brood erbij, dus daarom heb ik een beetje beleg gehaald. Maar hey, ik ga even douchen, de was draaien. Dan zien jullie me waarschijnlijk na het interview als ik weer iets lekkers gegeten. Dus toedelidoki, freaking de brokie. En toen was de kleine snack toch voor het interview. Het is namelijk een half uurtje later. En ik pak lekker 3 kleine peertjes. Want ik kreeg een beetje trek. Ik heb ook een bakje koffie gezet met een fles water. Lekker. En toen dacht ik ineens aan iets wat ik met jullie wilde delen, want ik vind het best wel een belangrijk iets. Omdat je als vegan, als je geen vegans in je directe omgeving hebt, dan kan het best alleen voelen. Zelf heb ik dat soms ook, dat ik echt denk van waarom kan ik met niemand het hierover hebben? Of waarom begrijpt niemand mij? Omdat als vegan kijk je toch heel anders naar bijvoorbeeld dierlijke producten, als mensen dierlijke producten eten. Omdat je echt het leed erachter ziet. Dat is heel erg vervelend om te zien, zeker als het mensen zijn waarvan je houdt. Maar toen dacht ik van, volgens mij struggelen meer mensen daarmee. En ik merk nu met die interviews dat ik doe over de transitie van dieet, van niet plantaardig dieet naar plantaardig dieet, ben ik een half uur in gesprek met iemand die vegan is. En ik merk dat we allemaal een beetje door dezelfde struggles heen gaan. En toen dacht ik, ik vind het heel erg fijn om het met die mensen erover te hebben. Niet alleen voor hun, maar ook zeker voor mij. En toen dacht ik, stel je bent iemand en die is niet actief op YouTube, op Insta met veganisme, maar je bent wel vegan. Dan denk ik van dat het best nog wel
een tandje lastiger kan zijn om met iemand daarover te hebben. Dus toen dacht ik van, misschien kan ik even bij deze weer zeggen van, hey, zoek andere vegans op om het hierover te hebben. Een voorbeeld hiervan ben ik, stuur mij een DM. Timo Laagstrip Calls. Als je het ergens over wil hebben, vegan gerelateerd, wat je gewoon echt even kwijt wilt, waar je mee zit, wat je moeilijk vindt. Ik vind het heel erg leuk en belangrijk om jou ermee te helpen. Je kan ook een paar herkenbare struggles natuurlijk in de comments zetten of waar je nu last mee hebt. Maar ik weet niet hoe chill je dat vindt qua anonimiteit. Maar ik wilde dat in ieder geval even delen. We maken waarschijnlijk allemaal ongeveer dezelfde struggles mee als vegans. Praat er met anderen over. Dus dat was nu eventjes het bericht terwijl ik deze beertjes ga eten. Is het ondertussen al kwart over twee, heb ik hier deze heerlijke bak havermout die ik gewoon zo op bijna op zijn kop kan houden en dan loopt het er bijna uit. Maar veel later dan dat ik had gewild om te eten, maar de interviews liepen een beetje uit. Ik heb ondertussen Narimane van het station gehaald. Dat was haar hand. Twee appels, blauwe bessen zitten erin, 60 gram ongeveer. Er zit een eetlepel lijnzaad in, 60 gram havermout. En 200 ml sojamelk voor ook weer de eiwitten en de eiwittenpoedersmaak. Koffie en walnoot zit erin. Die vind ik heel erg lekker op het moment. Het is kwart over twee. Op zich heb ik al trek, op zich ook weer niet. Maar dat komt vanzelf als je het heel erg druk hebt. Lekker! Is het? Het zit overal. Doe jij. Nee, ja, oké, doe niet. Tot de volgende maaltijd. Dus ananas. Net zijn we vergeten, of ik ben het vergeten, om de ananas te filmen. Want we hebben lekker allebei een halve ananas op. Was die lekker? Ja. Mooi. Jij hebt een ijsje op. Je hebt twee ijsjes op. Ja, maar het is niet mijn full day of eating. Nee, weet ik. Ik had gekeken hoeveel calorieën een Calippo is. En ik schrok er best wel van. Want 100 calorieën. Toen dacht ik, nee, dat vind ik het niet waard. En toen zat er iets tussen mijn tand. Dankjewel Narimane. Ja, en die ananas en bak havermout hadden we lekker buiten opgegeten. Nu het volgende, voor het zomerse weertje, gaan we een bak ijs maken. Die maakte ik vorig jaar, tijdens de zomer, heel erg vaak. Die zagen jullie toen ook voorbij komen in de full days of eating. En dat is namelijk het recept van Greg Doucette, of in ieder geval gebaseerd op Greg Doucette's ijs met eiwitpoeder, xanthaan, gom, oftewel bindmiddel, om het extra dichtheid te geven, aardbeien, blauwe bessen en ijsblokjes. En ook een beetje sojamelk. Dus ik ga hem nu aanzetten. Dus dat ga ik heel de tijd naar beneden schrapen. En dan hebben we zo ijs. Dus dan zien jullie dat zo. Doei. Tot zo. Oh, ik doe dat. Ik ga praten. En dan, of en mijn mond breken en dan zeg jij dat. Ja? En dan dus nog een keer. Doei. Tot zo. Dus we gaan het ijs even naar beneden schrapen en maken. En dan zien we jullie zo. Doei, tot zo! Het heerlijke ijs is klaar. Het is 825 ml voor maar iets van 300 calorieën. En 20 gram eiwitten, zoiets. Het passed the test van over je hoofd en heel erg hoog in dichtheid dus, wat extra weer vult. Het maakt het allemaal extra hoog in de verzadigingsindex, zoals we allemaal weten. En als je het niet weet, dan weet je het nu. Narimane gaat een beetje proeven. Ga jij een beetje proeven? Lijkt het je lekker? Misschien wel. Hmm. Ja, ik ben niet zo'n bosvruchtenfan, maar dat weet je. Maar... Video. Ja, lijkt me zo lekker. Heel goed, ja. Dat gaan we nu even eten en we pakken er een glas erwtenmelk bij. Oh. Want die gaan we ook proberen. We gaan de camera even neerzetten en gaan we even proeven. Dus... Hij is neergezet. Ja. Pak jij de erwtenmelk? Hallo. Aan jou de eer om het ijs te proberen. Mij? Ja. Ja, best wel lekker. Alleen ik heb ook een beetje zo'n, een beetje alsof er ook een soort koeksmaak in zit. Ja, koffie en walnoot. Oh, ja, zie, dat proef ik. Koffie en walnoot, eiwitpoeder. En inderdaad, dat duurt best lang in de blender. Omdat het allemaal gewoon vaste ijsdingen zijn. Nou ja, je hebt wel een goede blender. Ja. Hey. Hier is de unboxing van de blender. Als je wil weten welke blender het is. De erwtenmelk. Ik vind het qua smaak iets weg hebben van amandelmelk. Ik vind het wel lekker. Ik vind het niet op amandelmelk lijken. Niet? Misschien qua dikte, qua... Ik vind het juist qua smaak. Romigheid. Maar ik vind het qua smaak... misschien de nasmaak. Ik vind het echt iets van amandelmelk hebben. Okay. Vind je het bijzonder? Nee. Dat is heel eerlijk.
Ik ook niet. maar net als alle verschillende plantenmelken, ze zijn allemaal, ja, inderdaad, behalve de kokosmelk, die is gewoon zoeter. Ja, die is ook... En alle andere gezoete melken, maar bijvoorbeeld amandelmelk, heeft heel weinig calorieën. De sojamelk heeft een hele goede eiwitverhouding tot calorieën. Deze heeft een iets mindere goede eiwitverhouding en wel evenveel calorieën. Dus in principe zou ik niet weten waarom je deze zou nemen boven de sojamelk. Aangezien ik zelf, en jij waarschijnlijk ook niet, dit ooit losdrinkt. Sojamelk ook niet, amandelmelk eigenlijk ook niet. Geen één melk eigenlijk. Ik doe het altijd ergens doorheen, of het nou de havermout is. Dan pak ik het liefst degene of met de minste calorieën, de amandelmelk. Of met de beste eiwit tot calorieverhouding, en dat is de sojamelk. Kan je drinken? Nee. Nee, dan ga ik dit even opeten en dan zien jullie ons straks als we het avondeten hebben. En dit is ons eten voor 5:30. Je raadt het niet, je raadt het niet. We waren lekker aan het koken. We zijn lekker aan het koken en dan moeten we hier. Straks vertellen we hier meer over. Maar we hadden tomaten, gepureerde tomaten van buitenbeentjes tomaten is dat volgens mij. En we hadden een beetje over. Dus Narimane stond al met de bak boven de prullenbak. Zij had het er bijna erin gegooid. Dat is helemaal niet waar. Dus ik zeg tegen haar van waarom maken we er niet een soort soep van? Want ze wilden het echt al bijna weggooien. Dus nu hebben we... soort Dat is niet waar. Oh. Ik stond misschien boven de prullenbak. Maar een improvisatiesoep met sojaroom, kruiden, ui en die tomatenscheid. Tomatenbasis. Dat was een hele belangrijke boodschap die Narimane vooral wilde vertellen. Yes, dus we hebben het heerlijke soepje van Narimane. Improvisatiesoepie van Nari de Poepie. Een beetje, waar ik ineens aan denk, een beetje zo'n mascarpone soep. Daar vind ik het een beetje naar smaken. Maar het kan ook zijn dat ik daar totaal geen geheugen meer van heb, van 2 jaar geleden. Waar vind jij het op lijken? Soep. Ja. Dan hebben we dit. De Chinese kool zit erin, champignons zitten erin, ui zitten erin, knoflook, heel veel kruiden. Cucettini, die ik had laten zien bij de boodschappen. Heel lage calorieën, heel hoog in dichtheid. We hadden hem van tevoren even laten koken. Had totaal niet gehoeven. Nu is het echt veel te zacht. Het was veel lekkerder geweest als het nog een beetje hard was en knapperig er doorheen. Want nu heb je eigenlijk niet echt een pasta. Maar meer een groenteprutje in tomatensaus. Wel heel erg lekker. En wat we er ook nog bij doen is edelgistvlokken. Het ruikt heel sterk naar oude kaas. En het smaakt ook heel erg naar kaas. Dus dat gaan we er even opgooien. En dan gaan we een hapje proberen. En er zit trouwens ook vegan... rooghakt door 1 pakje. Dus het zit ook nog eens bomvol eiwitten. Lekker pittig. Heel goed gelukt. Dus nu gaan we dit even opeten. En dan hebben we straks nog de laatste maaltijd. Smakelijk! Nou, de laatste maaltijd die is dus nooit gekomen. Want we zaten, of in ieder geval ik, zat heel erg vol. Dus dan heb ik die 300 tot 400 calorieën of zo bespaard op de popcorn. Ja, dus nu heb ik 2300 calorieën of zo vandaag gegeten. Soms dan eet je 3000. Dus je zit altijd iets rond de 2600. Dat boeit in principe niet zoveel. Dus vandaag, in principe is het gewoon goed dat je tot het einde van de dag gewoon lekker vol zit. Oh, maar dan wil ik alsnog de video daarbij afsluiten. Dus heb je nou genoten van deze video? Heb je iets aan deze video gehad? Heb je inspiratie opgedaan? Of ook maar iets anders? Laat dan een like achter. Deel deze video met andere vegans die de boodschap van veganisme ook uit willen dragen. Zo goed mogelijk in een vel willen zitten. Zo'n goed mogelijk lichaam willen creëren voor zichzelf met veel spiermassa. Een gezond vetpercentage. Deel deze video dan dus met hem en deel mijn kanaal met hem. Zodat ik dus meer mensen kan helpen met inderdaad het realiseren van hun lichaamsdoelen. Om veganisme zo beter op de kaart te zetten. Vergeet dan ook niet te abonneren op mijn kanaal @coolgains. Zodat je de nieuwste video's niet gaat missen. Iedere dinsdag en zaterdag om 19:00 PM. Doei! Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it ain't